Het is de tweede editie van de Burenruzie in Katwijk. De heenwedstrijd opnieuw Zuid. Die was voor Quick Boys. Nu is het op de Krom. Zonder publiek van Quick Boys trouwens. Veel sfeer, veel rook. En dat zorgt er al met al voor dat de wedstrijd 7 minuten later pas kan beginnen. Maar we zijn eindelijk van start. De nummer 4 Katwijk. Ja, wil wat goedmaken natuurlijk van die nederlaag. Opnieuw Zuid. En wil inlopen op de concurrent. Van buiten het complex zijn er wat supporters van Quick Boys. Die blauwe rookbommen gooien. Als een haas zijn ze er vandoor. Politie erachteraan. Het spel ligt even stil. Uiteindelijk gaan we door met dit schot van Jesse Reinders. Het is een gelijk opgaande wedstrijd. Twee ploegen die ook een beetje voorzichtig zijn met de mogelijkheid voor kunst. Eigenlijk het eerste serieuze schot in deze wedstrijd. Eigenlijk geen bovenliggende partij. Dan is het weer Katwijk, dan is het weer Quick Boys. Broekhuizen, een beetje een onorthodoxe redding van Van Leeuwen. Die de bal stopt met de borst. Was verrast door de dalende bal van Broekhuizen. Van der Helm. Rost weg. Uiteindelijk Katwijk als winnaar van de bal. Met misschien de mogelijkheid. De paas. Het koppen is half. En dan in tweede instantie Doesburg. Waar Janmaat eerst de bal schampte. Krijgt Doesburg hem wel richting de goal. Maar het blijft 0-0. Dit is een goeie. Brandsma. Ja, ook dit is niet meer dan schampen. Waardoor hij niet tussen de palen belandt. 0-0 bij rust, tweede helft. Er komt iets meer vuur in de wedstrijd. Als Offerhaus de bal een beetje raar wegwerkt... dan kan er niet van worden geprofiteerd door Ravensbergen. Even een klein onderling verhaaltje. Het is een goede bal. Is dit dan de openingstreffer? Nee, ja, wel. Oh, wat een verhaal. Levi van Duin. Het is zijn eerste balcontact net in het veld. Groeide op bij Katwijk. Komt uit een oranje nest. Want vader Hugo is de keeperstrainer van Katwijk. En waar Junte in eerste instantie nog Van Leeuwen op zijn weg vindt... wordt Levi van Duin niet in de gaten gehouden. Het kind van de club, laten we hem zomaar noemen... brengt de tegenstander Quick Boys op een 1-0 voorsprong. Oeh. Gevaarlijke kopbal. Beland op het dak van de goal. Katwijk op jacht, dat betekent dat er meer ruimte komt... Junte kan die profiteren. Van Duin. Aanname is goed. Moet in één keer. Ja, lastige bal. Sam van Duin. Katwijk gaat steeds offensiever spelen. Met de opening misschien voor kunst. Nee, het wordt een schot. Invaller Hardijk. De verdedigende stellingen die worden wat verlaten door Katwijk. Spelen met 3 man achterop als dit een ongelukkige botsing is. Waar Blommestein de dupe van is. Het zag er allemaal wat ernstiger uit. Blommestein, hij debuteert voor Quick Boys. Komt over van Volendam. Sinteur met gelijkmaken. Nee, van de lijn gered. Door Offerhaus. Is dit dan het momentum voor Katwijk? Om die gelijkmaker binnen te prikken. Offerhaus staat in ieder geval dit moment nog in de weg. Ruimte achterin, ik zei het al. En dat levert keer op keer gevaar op. Blommestein, nee. Ja, het moest met links en die bal die krult dan te ver langs de goal. Zou naar Italië gaan. Dat verhaal ging op het laatste moment niet door. En toen was Quick Boys er als de kippen bij. Ze proberen het. Ze blijven het proberen, de Katwijkers. Ja, het zijn natuurlijk allemaal Katwijkers, maar de Katwijkers in de oranje shirt. Maar nog altijd die voorsprong voor Quick Boys. Owusu.
Owusu, Blommestein, weer Van Leeuwen. Van Leeuwen blijft cool, blijft kalm en heeft de bal. En zolang Quickboys het niet afmaakt, blijft er een kans voor Katwijk. Maar daar komt Quickboys weer, Van Duin. Sam Van Duin, heeft hij hem nu wel op de pantoffel? Nee, afleggen. Levi Van Duin. Gevaar geweken. Hoe lang is er nog? De extra tijd die begint al aardig op te lopen. Ja, Katwijk wil die bal natuurlijk snel. Duwen, trekken. De Britten Rokken die bedekt dat allemaal met die bekende mantel der liefde. Katwijk wil aanvallen, maar het is de tegenstoot van Quickboys. Van Duin, weer Van Leeuwen. Oh, wat een redding. Wat is die belangrijk. Houdt zijn ploeg op de been. Maar ja, het heeft geen zin meer. Quickboys wint. En hij, de grote man, Levi Van Duin. Matchwinner, met gemengde gevoelens, zeg ik het goed? Nee hoor. Dat zeker niet. Je wil gewoon die wedstrijd winnen, dus daar komen geen gemengde gevoelens bij kijken. Toch was het misschien wel het mooiste moment van deze wedstrijd, vond ik. Na afloop de omhelzing met je vader, de keeperstrainer van Katwijk. Ja, tuurlijk. En ik denk dat het ook zo hoort. Op het veld moet je elkaar eigenlijk willen afmaken. Na het veld moet je gewoon met elkaar een drankje kunnen doen. Zo is het altijd al geweest en zo hoort het ook gewoon. Je komt het veld in. Volgens mij nog geen bal geraakt. Eerste balcontact, doelpunt. Ja, volgens mij wel. Het is een beetje een jongensboek aan het worden op die manier. Ja, vind je erg hoor. Ik hoop dat het een heel dik boek wordt. Ja, ze hebben goed gevoetbald. Wij wisten waar onze krachten lagen. We wisten waar onze zwaktes lagen. Zijn die krachten eruit gekomen in deze wedstrijd? Werd lastig. We hadden natuurlijk wel een plan. Dan is het gewoon een kwestie van uitvoeren. Dat ja, hebben we niet uit kunnen voeren zoals we hadden gewild. Op een gegeven moment kom je 1-0 achter. Moet je wat forceren. Nou, dan hebben we een ander plan. Dan hebben we het over een andere boeg gegooid. Daar werden we wel heel gevaarlijk uit. En we hadden misschien nog wel op het einde een bal van de lijn gehaald. Hadden we een puntje eruit kunnen slepen. Maar ik denk ook niet dat we heel veel recht hadden op veel meer vandaag. Hoe zuur is het? Voor hoever je de titelaspiraties had, die kan je helemaal uit je hoofd zetten. Twee keer verliezen van de aartsrivaal. Deze kon gewoon heel hard binnen bij de groep. En we moeten gewoon bij elkaar blijven, neus dezelfde kant op houden. En gewoon een goed einde van het seizoen eraan maken. Droge boterham en dan naar bed, denk ik. Hè? Of krijg je wel gewoon te eten thuis nu? Nee, gewoon droge boterham naar bed. Ik ken hem aan een vraag. Hè? Krijgt u nog wat te eten, Huug? Wat zei je? Krijgt u nog wat te eten vanavond? Ja, altijd. Ik doe alles voor hem, dat weet je. Sterren voor hem. Komt goed. Nou, een goede maaltijd. Ja, komt goed. Een uitwedstrijd voor FC Lisse op bezoek bij Jong Almere City. Een ploeg die het toch verrassend goed doet in de tweede divisie. Staat op een 8e plaats. En natuurlijk FC Lisse op de 17e positie. Zal toch de strijd aan moeten gaan voor handhaving. Van Ekeris in de 12e minuut van de wedstrijd. Van Ekeris, wat een schitterende goal zeg. En zo komt FC Lisse al snel op voorsprong in Almere. Eerst de kapbeweging, dan het 16 meter gebied inlopen. En Van Ekeris die dan ook maar denkt, ja, dan ram ik hem maar de verhoek in. Het is een fraaie treffer. En FC Lisse dat dus op een 0-1 voorsprong komt. Speelde vorige week al knap gelijk in Hardenberg met 1-1. Week ervoor echter een ruime nederlaag tegen Excelsior Maassluis 5-0. Wedstrijd tegen de andere Jong ploeg, dat was een thuiswedstrijd tegen Jong Sparta. Die eindigt ook in een ruime nederlaag trouwens. Eindigt in 7-4. Wel een doelpuntrijk duel. Huudepol gezocht, maar niet gevonden. In ieder geval het doel niet. Door Max Huudepol. Zo heeft FC Lisse toch de kans gehad om de voorsprong uit te bouwen. Maar is de ruststand altijd 0-1. Kroma, goede bal. Wildeboer, schitterende goal. 7 minuten na rust. Wat een plaatje van een goal is dit zeg. Als Tijmen Wildeboer daar de bal uit de lucht plukt. Natuurlijk krijgt hij daar veel ruimte van de verdediging van FC Lisse. Maar je moet hem nog wel afzien te maken. Beaumont en 2-1. En dan gaat het toch wel heel hard. 10 minuten na rust gelijk al 2 tegentreffers voor Lisse. Daar waar het er in de eerste helft zo goed uitzag, gaat het in de tweede helft snel fout.
Dus het oppassen dat FC Lisse hier niet tegen een nog grotere achterstand aan gaat lopen. Dat kan wel gebeuren, dat gaat ook gebeuren. Isaias met de 3-1. Een tegendoelpunt nummer 50 voor FC Lisse in de tweede divisie dit seizoen. Dat zijn toch behoorlijke aantallen na 20 wedstrijden. En 20 minuten na rust staat Lisse met 3-1 achter. Nog 5 minuten te gaan in de wedstrijd. Wilde Boer met zijn tweede, 4-1. Iets minder vrij, toch wel dan die eerste die hij maakte. Maar 4 tegentreffers in 1 helft voor FC Lisse, dat is toch wel wat te veel van het goede. Dat is ook wat er te veel gebeurt dit seizoen. En natuurlijk, als gevolg daarvan, die slechte positie op de ranglijst. Komen ze weer, Jong Almere met De Nijs, ja ook. 5-1. 2 minuten na de vierde van Jong Almere en dan begint die goaltune je toch de strot uit te komen. Al helemaal als je voor FC Lisse bent. Vijf tegentreffers in 1 helft. En dan is er nog te spelen. Dan is het toch hopen dat de schade beperkt blijft. Voor zover dat nog mogelijk is natuurlijk in deze wedstrijd. Schot aangeraakt. Silva kan het dan doen voor de 6e. En dat gebeurt ook nog. 6-1. Een afgetekende nederlaag voor FC Lisse. Toch vooral een hele pijnlijke. Een edel voorsprong via Remy van Ekeris. Maar in de tweede helft 6 tegentreffers. En dus een 6-1 nederlaag. Silva.